Hallo kijkers, daar ben ik weer. En ik, het is nu, hoe laat is het? Het is nu bijna 5 uur. En ik ga Frans ophalen van het station, oftewel Cerezer. Sommige van jullie zullen hem wel kennen. En ik zit nu even naar buiten te kijken, want ik moet nog een tafel naar binnen sjouwen. En daarom ben ik eigenlijk aan het wachten totdat het 5 uur was, zodat Frans er is en hij mij mee kan helpen met die tafel. Ik sta nu in de woonkamer trouwens, nog steeds in Hilversum of course. En ik zal even de trap aflopen. Want ik ga even naar buiten. Ik ga even laten zien waar die tafel staat. Even kijken, kijk, hier zie je hem al staan. En deze tafel. Het is een fucking nice tafel. En het is de bedoeling dat op deze tafel mijn computer komt te staan. En deze tafel moet dus 1 etage, 2 etage, 3 etage, helemaal daar naar zolder. Dus dat is even gekloot. Maar dat gaat vast wel lukken. Ik moet even aan de buren vragen of hun gereedschap hebben voor mij om dat uit elkaar te halen. Want anders gaat het nooit lukken, want we moeten dat ding eerst even slopen. Maar ik ga dus nu Frans ophalen. Jullie zullen hem straks wel zien. En ik had op Twitter al gezegd dat ik samen met Frans zou gaan fitnessen. Er is best wel veel vraag naar... filmpjes van mij of van Frans van fitness. Wat wij bijvoorbeeld eten voor fitness of supplementen gebruiken. Wat voor trainingen wij doen of noem eigenlijk alles maar op. En aangezien Frans hier een weekend is en aangezien ik de camera gewoon kan gebruiken van Milan. Hallo. Kunnen we dat gewoon gaan doen. Dus ik stap op de brommer, ik ga naar het station, ik ga Frans ophalen. En dan checken jullie zo meteen weer. Later. Yo guys, daar ben ik weer. En ik ben samen met Frans nu. Die is al hard aan het werk. Hij is nog maar net in Hilversum en hij is nu al hard aan het werk. Bouwvakker Frans. En, we hebben, nou ja, je ziet het al. Dat is het enige wat er nog ligt van de tafel. En kijk, we hebben hier hebben hem al binnen. We hebben hem al uit elkaar gehad. Je ziet hem daar al staan. En... shout-out naar de buurman voor de gereedschap die we mochten gebruiken. En ja, die gaan we nu even naar zolder brengen. En we gaan eigenlijk een beetje als verrassing ga ik de hele kamer van Mila fixen. En met fixen bedoel ik dat die hele tafel staat en goed stevig op een mooi plekje. Dat alle dozen zijn uitgepakt en dat alles even een plekje heeft. Zodat als Milan weer thuis komt, want die is nu naar een belangrijke meeting in ieder geval. Dat als hij thuis komt, dat alles netjes gefixt is. Je verveelt je echt op de computer, hè? Ja, dan heb je geen fuck te doen. Dus ja, je moet toch wat doen. En ja, jullie hebben al gezien in de vlog van gisteren, als het goed is, hoe de kamer eruit zag toen het eerst slordig was. Of van eergisteren zelf. En van gisteren hoe het... voor de helft opgeruimd was. En nu ga ik dan de rest doen. Even de tafel had ik dus Frans even voor nodig. En dan ga ik de rest even fixen. En dat ga ik jullie straks ook allemaal laten zien. Maar wij moeten weer hard aan het werken. En dan gaan we straks even eten. Ik heb geen idee wat we gaan eten. Veel. We gaan veel eten. Ik heb ook nog boodschap gedaan. Dus het komt goed uit. En wij gaan vanavond fitnessen. En daar heb ik echt fucking veel zin in. Want normaal fitness ik donderdag en vrijdag. En vandaag vrijdag en zaterdag. En ik merk gewoon dat ik gisteren niet heb gefitness. Dus we moeten keihard aan de bak. Maar daar gaan we ook nog wel wat van opnemen. Komt helemaal goed. Ik zie jullie zo meteen weer. Later. Frans die is zo hard aan het werk. En ik denk, ik laat het nu nog even snel jullie zien. Want dan zien jullie echt mooi before. En dan straks zien jullie fucking nice after. En je ziet al Frans die is... die is fucking hard aan het werk. Die, ik denk dit moment moet ik even vastleggen. Godverdomme, ik heb dit ook. Hier, gebruik spierballen. Oh yeah, Frans. Oeh. Weet je, man. Hij is hier net en hij is nu al meteen bezig aan het werk voor Milan's kamer. Wat een fucking baas. Of nee, eigenlijk voor mij ook een beetje, want hier komt mijn computer op te staan. Nou, en ik zal mijn computer anders ook nog even laten zien straks. Het is niet verantwoordelijk om het jou te laten doen. Nee, klopt. Ik heb twee linkerhanden. Ik deed al alles verkeerd en weet ik veel wat. Ik ga het geen eens uitleggen, maar check me zo weer. Ja. Hallo, daar ben ik weer. En ik ben op zich nog niet zo heel veel opgeschoten. Ik loop meteen even naar beneden. En wat heb ik nu gedaan? Ik heb de computer een beetje uitgepakt van mijn stuff. En ondertussen loop ik even naar beneden toe of zo. Want je zult het nooit geloven, Frans is hier net. Ik zeg het zo vaak, Frans is hier net. Want het is ook zo. Alleen hij heeft
tafel. Heeft hij al in elkaar gefixt. Je zag hem al liggen zo net eronder. En moet je kijken wat hij nu aan het doen is. Let op. Dit is echt ongelooflijk. Fucking baas. Fransje! Hij is gewoon fucking aan het koken. En het ruikt lekker. En ik rook het helemaal boven. Dus ik denk, ik ga even beneden kijken wat hij heeft gemaakt. Kok Frans, wat heb je gemaakt? Boingus. Boingus voor de boys. Holy shit. Met aardappeltjes en met boontjes. Oh, dit wil iedereen toch zo opeten. En dit is onze maaltijd voordat we gaan fitnessen. Eén van de maaltijden. Oh, één van de maaltijden. Het wordt echt vreten als een motherfucker. En het is al klaar. Oh, het is al klaar. Dus ik ga even eten en daarna gaan we toch echt verder met de kamer. En dan laat ik het echt laat ik het zien als het helemaal klaar is. En ik zal mijn computer ook nog laten zien, maar ik denk dat ik daar een apart filmpje over maak. Want ik krijg heel veel vragen over Enzo, wat heb jij als videokaart, moederbord, weet ik veel wat. Ik zal zeggen alvast, ik heb er niet zoveel verstand van. Maar ik zal er een apart filmpje over maken en die zal ik dan uploaden op mijn kanaal. Wat ik precies in mijn computer heb zitten. En in de beschrijving van Battlefield 3 filmpje met tips, dat is de titel, heb ik al mijn computer specs in de beschrijving staan. Maar ik zal speciaal voor jullie een filmpje maken waarin ik vertel wat ik allemaal heb en hoe ik aan hem ben gekomen en weet ik wat allemaal. Al die poep, dat zien jullie allemaal wel. Dus ik zie jullie zo bij de hele transformatie van Milan's kamer. Later. Hallo guys, daar ben ik weer en ik zal jullie laten zien wanneer de kamer klaar was en de kamer is nu klaar. Je ziet hierachter, zie je mijn hele, ik zal het wel even gewoon solo filmen. Hier is mijn zeg maar setup waar ik de komende maand ga zitten. Waar ik alle filmpjes ga maken, waar ik ga bewerken, noem maar op, waar ik ga fappen, wat. Huh? En hier heb ik gewoon mijn kleren neergegooid. Tas, schoenen, lange broeken en wat witte shirtjes en korte broeken en gewoon een beetje geordend, heel snel, en onderbroeken en shit. En dit is van Milan al wat hij netjes heeft gedaan, daar is Milan's setup. Hier is dus zijn bed en ik heb hier alles even weggehaald. En hier is zijn kast en dit is... Oh my god. Ik ben een stuk meubilair. En hier is waar Frans gaat slapen. Mijn bed. Dit is Frans' bed, fucking swag. En oh ja, daar had ik even Milan's schoenen neergezet en shit. En daar zitten nog wat dozen, maar die dozen dat moet Milan zelf maar doen, want daar zit heel veel, daar zitten heel veel dingen in, pruiken en weet ik veel, echt de weirdest shit ever gewoon, waarvan ik niet weet waar het moet. Dus dat kan ik wel ergens neerzetten, maar dan straks wordt ze weer verplaatst en dan heb ik het voor niks gedaan. Dus ik denk, ik stapel die dozen gewoon op elkaar. Hier voor jullie de before en de after. En oh man. Duimpjes omhoog. Hoor je dat? Doe dat even voor de thumbnail. Doe even voor de thumbnail, Frans. Wat? Een nice. Oh ja. Yeah. Later. Damn, son. Oh.